voor jou het roeien zo mooi? Nou, het sport zelf, gewoon het harde trainen en zo. Gewoon voldoening als je dan een keer iets nieuw record hebt gehaald of zo. Hey, en jij deed ook judo of karate? Wat was judo. Judo. Hoe combineer je dat? Goed plannen. Ja? Dat is soms wel best wel irritant en moeilijk. Maar als je uiteindelijk wil gaan topsporten en ook nog wel wil blijven lolsporten, in dit geval met judo lolsporten, dan moet je wel gewoon heel veel plannen en soms keuzes maken. En die keuzes zijn niet altijd even leuk, maar uiteindelijk wel voor een goed doel. Maar je roeit best regelmatig. Ja. Je skipt graag. Hè? Waarom is dat? Omdat je dan zelf kan bepalen wat je tempo is. En het niet uitmaakt als je een fout maakt. Want als je in de tweede ben je altijd opletten hoe de ander het doet. Ja. En je kan niet je eigen tempo eigenlijk. Vragen die ik aan iedereen stel. Waarom doe je dat? Om met je ploeg proberen zo hard mogelijk te gaan uiteindelijk op de wedstrijden. Ja. En dan moet je natuurlijk opbouwen met trainingen. En, we hebben dus boottraining en ergometer training. Spinnen doen we ook, hardlopen. Ja, houd dat gewoon. In de winter 6 keer en in de zomer 5 keer. 5 keer in de week. En is dat goed te combineren met school? Ja, dat is goed te doen. En hoe doe je dat dan? Nou, maandag roeien we niet. Ja. En dan hebben we dinsdag, woensdag en donderdag trainen we na schooltijd. 'S middags. En vrijdag trainen we ook niet. En zaterdag en zondag in de ochtend. Jullie hebben ook 14 top gestart. Ja. Hoe is het gegaan? Ja. Wat zoek jij in een roeier? Wanneer zeg je ja? Niet zozeer naar postuur, want mensen in eerste instantie denken die moet 2 meter hoog zijn, 100 kilo, dat maakt me allemaal niks uit. Het gaat om een mentaliteit, hoe iemand uit zijn ogen kijkt. Als iemand, ook al is hij klein, ervoor gaat en er altijd is en met passie, belangrijk, passie in zijn hobby heeft, dan zit het me wel goed. Dat heeft tijd, je begint een beetje peddelend in een bootje. Ja, ik vond gewoon, ik had een heel leuk team en ik vond het roeien zelf heel leuk. En ik vond het gewoon heel leuk om in het water te zijn, dat is wat anders. Te trainen met de ploeg. Ja, ik vond het gewoon heel leuk. En echt was ook met roeien, was ook iedereen die, ik vond het roeien ook echt leuk om het roeien. En, ik had natuurlijk nog tennis en het was allemaal een beetje drama. Dus. Ja. Heb je trainingen er anders uitgezien dit jaar? Ja, dat was wel. Vorig jaar was het toch iets minder serieus, denk ik. Dus jullie hebben ook de bak gedaan, filmen. Dus er werd veel meer aandacht besteed aan verschillende punten. Niet maar één punt was het. In deze bocht pakken jullie de volgende. Kom maar, steken we door. Tak, 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 kom op. Dat was denk ik bijna iedereen.
Alleen ja, toen we op een gegeven moment wouden we iets meer gaan trainen en iets serieuzer wedstrijden en meer kans op goede plekken. En ja, het is natuurlijk gewoon gezond en goed voor je en je wordt sterk van. Dus ja, daarom eigenlijk. Onbalans. Onbalans komt doordat je hier niet sterk zit en uit. ABS gegaan? Ja, ging op zich wel goed. De finale ging wat minder, maar op zich nog steeds. Tevreden. Welk nummer zijn jullie gestart? 4 zonder. Oké, okay. Moeilijk. Ja. Maar ik denk van, nou, het ging echt een hele goede race. Dan ben ik ook heel blij. En dan wil je wel een volgende keer gaan. Ik heb ook wel eens dat ik een race, dat ik dan eigenlijk beter ben dan de vorige race. Maar alsnog vind ik het niet leuk, want het ging gewoon wel lekker. Ja, precies. Wil je altijd dat het de volgende keer weer beter is. Waar zijn jullie geweest jullie dit? Denk aan. Hoppa. Ging goed? Ja. Zijn jullie 17e geworden? 17e? Ja. Ja. Op z'n meiden, gefeliciteerd! Mooi wedstrijden varen, mooi gelijk, dat de boot mooi loopt en dan winnen.